Hoi, welkom bij Track Records, de podcast van de Vlaamse Atletiek Liga. Waarbij we elke keer opnieuw dieper ingaan op één aspect van de atletieksport, Van de rijke en heel brede atletieksport, Want vandaag gaan we weer een beetje verder in alle aspecten die de sport rijk is. Met een heel bijzondere gast. Dag Peter Genijn. Hallo. Hey, welkom hier in onze studio. Ja, Track Records, we hebben al veel verschillende gasten gehad. Maar ik denk dat we nog nooit iemand hebben gehad met zo'n rijk palmares als jij. Hey. Ja, merci. <laughs> we hebben het daarnet al even overlopen, want ik had er zelf een paar gemist. Ik ga het nog een keertje overlopen. Als ik nu nog een fout maak, dan uh, is het er helemaal mijn fout. Zes keer wereldkampioen, drie keer Paralympisch kampioen, drie keer Europees kampioen. En dan in totaal 23 medailles op internationaal niveau. Enkel in het wielen, want daar straks gaan we nog een beetje verder ik ik dan in het, het wielen. Ik denk dat er een fout gemaakt hebt. dat er nog een paar meer Europese kampioenen Toch nog. bij zitten. Maar... Ja, juist. In 2016 je hebt het, ik heb ik het hier ja. nog bijgeschreven. Dus vijf Europese titels komen er dan ook. Nog... Uh, zitten we dan in totaal? Dus dat is, um, ja, dat is gigantisch veel als we dat allemaal samentellen. Ik denk dat een Belgische delegatie op een kampioenschap allemaal samen zo'n Palmares heeft misschien. Hoe in godsnaam bewaar jij nou dat overzicht of bewaar jij überhaupt al die prijzen? Goh, uh, alle prijzen van EK's, WK's en de Spelen liggen bij mij thuis in een schoon glazen kast. Uh, maar voor echt zo te beginnen opzommen, moet je inderdaad al wel uh, een keer gaan nadenken. Maar dat is wel leuk. En die kast is dan ook wel echt al een keer vervangen geweest als er een paar dingen bij kwamen. Die is inderdaad na de laatste spelen hebben we een grotere kast moeten kopen. <laughs> en daar, dat zijn dan, kijk je er dan vaak naar, of dat zijn herinneringen waar je zo af en toe wel eens op naamelijke training, misschien naar eens naar kijken. God, die staat bij ons in de, in de living, naast de deur, na de gang. Dus eigenlijk passeer je daar iedere keer dat je uit de living uitgaat of, of erin komt. Dus ja, dat, dat is wel leuk, eigenlijk. Hè? Mm -hmm. Ja, Want het is allemaal begonnen eigenlijk in 2014. Daar ben je meteen op topniveau al begonnen. Je eerste wedstrijd was je al derde. En dan dat, datzelfde jaar behaal je al drie zilveren medailles op een Europees kampioenschap. Maar voor we naar 2014 gaan, dan moeten we eigenlijk een heel stuk terug. Want ik zei daarnet, er zoveel eremetaal in het wielen. Maar je hebt eigenlijk al een topsoort carrière achter de rug. Je bent namelijk al wereldop geweest in het rugbyen. Ja, klopt. Uh, ik ben uh, na mijn ongeval uh, in 1993. Uh, vrij snel met een Ruby rugby begonnen in het begin was dat gewoon recreatief maar ja, dat is volledig uit de hand gelopen en uh, geen werk gevonden en meer en meer beginnen trainen en uh, we hadden toen in België een vrij goeie ploegje. en ja, wij zijn echt uh, wij zijn een keer een Europees kampioen geworden, wij zijn vierde dus op een WK geworden dus ja, twee keer meegedaan aan de Paralympische Spelen ja, ja we hebben er echt wel een uh, mooi circuit mee afgelegd want het was op jouw zesde jaar als ik juist ben ja, dat je door een val in een ondiepe zwembad, of dat er ondiepe water in stond. Ja, klopt. Ja. Uh, een, een vijver eigenlijk, ons thuis, die waren toen een naast aan het verbouwen. Mm -hmm. En er was een gigantische vijver in de tuin. En we dachten, we maken daar een zwembad van. Dus we hebben die helemaal leeggepompt, nieuwe plastic in gedaan uh, En beginnen volpompen met grondwater. Maar we hebben s'avonds die pomp opgezet. En tegen z'n is het is gewoon weer de laatste week van een grote vakantie, heb ik gewoon een hal genomen en daarin gedoken. Maar die put was 2,5 meter diep en bleek ongeveer 1,5 meter water in te staan. En dus ik heb ik met mijn hoofd op bodem geraakt en, uh, ja, en ik werd weer verbreizeld en één gebroken. Met dat geval dat ik sinds die jaar ben. Want was je daarvoor dan actief als sporter binnen een bepaalde sport? Ik heb altijd heel sportief geweest, maar ja, mijn ouders zijn in bakkerij. Dus ze in het weekend nooit thuis tijd om ons naar na wedstrijden of zo te doen. Dus het is eigenlijk altijd ja, competitie tegen mijn broer geweest, maar <laughs> uh, ja, daar bleef het een beetje bij. Want op welke manier kom je dan bij dat rolstoel in, in contact? Hoe, hoe hebben ze jou dan, ja, Goh, wie heeft e wie gevonden? Eigenlijk op de, toen ik nog niet lang op de revalidatie lag, uh, zijn ze met de ploeg begonnen. En ze zochten spelers okay. op de revalidatie. En uh, ik ben naar deze training gaan meekijken, toen nog met een uh, nekra gaan. En de tweede training was ik aan het meedoen. Het was uh, eigenlijk vrij snel verkocht. Oké. Okay. Ja, en welke ja. positie dat dan met... Je hebt dan de sevens en de sixteens of de fifteens, of hoe heet dat? Uh, ja, het zit uh, in Rosso Ruby iets anders in elkaar. Je speelt okay. vier tegen vier op een basketbalveld. En je moet eigenlijk met okay. een bal op je schoot over de achterlijn van een tegenstreven rijden. En om dat tegen te houden, mogen we elkaar de rem geven en dan draait hij wel om, <laughs> hopelijk. Uh, dat is heel kort door de bocht uh, hoe dat in elkaar zit. En... Uh, je hebt eigenlijk ook gradaties vanuit je handicap. Dat gaat van half, als je heel weinig functionele spieren nog hebt, dat bijvoorbeeld je ja. triceps niet meer werkt, geen handfunctie, geen buikspieren, tot 3,5 in gradaties van een half punt. Ja. En een 3,5 die gaat nog wel buikspieren hebben, die gaat redelijk goede handen hebben. En ik kwam uit op anderhalf. Dat wil zeggen, ik heb geen handfunctie meer. Uh, mijn triceps werkt nog een heel klein beetje, maar bijna niet meer. Uh, ik heb geen buikspieren meer. En daardoor zat ik zo een beetje tussen echt het verdedigende en het aanvallende tussenin. Uh, mm -hmm. Omdat normaal gezien, met mijn, mijn klassificatie, anderhalf, had ik had eerder verdedigend werken. Maar mijn snelheid was eigenlijk meer richting aanvallend. En dus ja, dan was ik meestal tweede balhendler en die ploeg, ja, het is 4 tegen 4. Hoeveel bestond die volledige selectie dan als al iedereen was samengesteld um, met die ploeg? Je mocht 12 uh, man meenemen naar okay. een EK, WK of Spelen. Maar eigenlijk hadden we die niet. Maar, uh, <laughs> ik denk naar de Spelen zijn we wel eens met 12 gegaan. Maar hebben we hebben gewoon bijna iedereen die in België speelde meegenomen. Uh, maar als we echt op het niveau waar we blijven meedraaien, denk ik dat we zes man hebben. Oké, okay, dus was, ja. Ja, we hebben vaak wedstrijden verloren uh, puur op het conditionele. Wij waren conditioneel stuk voor stuk heel goed. Maar als je met zes man, uh, dat je dus maximum twee man met een keer kunt wisselen. Uh, tegenover ploegen die had er om de vier, vijf ja. minuten vier versen in gooien. je die twee keer ja. lang spelen? Als de ja, andere het is dan uur. na anderhalf uur begint dat, begint dat zijn eigen te boeten. Want hoe lang duurt de wedstrijd? Ongeveer anderhalf uur. Okay, ja, dan. Het is uh, vier keer acht minuten effectieve speeltijd. Maar dat wil dus zeggen, iedere keer dat een bal buiten gaat of een dood moment, uh, stopt de tijd. En ja. de tijd begint pas als de bal in het veld aangeraakt is. Maar de, tegen de tijd dat een bal aangeraakt is, ben je al terug tien seconden aan het werken om aan de bal aan te geraken. Dus eigenlijk ben je anderhalf uur effectief uh, bezig het is inderdaad wel, wel best snel gegaan. Je wordt dan Europees kampioen in 2009, maar in 2003 hadden jullie al zilver. In ja. 2011 hebben jullie al eens brons gepakt. Hoe in godsnaam, als je daar op de eerste keer op een Europees kampioenschap komt, welk moment denk je dan van oké, okay, we zijn hier wel op het hoogste niveau aan, aan het sporten. Dat is, dat is toch wel Go, ook wel een bijzondere gewaarwording. Ons allereerste EK was in 2000... Uh, nee, in 1997, denk ik. 1997? Om een paar jaar. Uh, ja, waren wij 4-4-5 bezig. En dan zijn wij met een wildcard naar het EK gemogen. En wij zijn daar uiteindelijk 5 dus geworden. <laughs> en dat was voor ons een ticket voor het WK. En, dat en was zo voor blijf ons je al verder. geslacht. Ja. Uh, en sindsdien hebben wij alle jaren ons kunnen plaatsen voor het EK of het WK. Enkel de spelen van Sydney en van Peking hebben we de selectie gemist. Ja, want jullie waren erbij in Athene en in Londen. Ja. Als je die olympiades dan, of die Paralympi paralympiades dan vergelijkt met degene die, die je later dan hebt meegemaakt ja. in het wielen of die je nog gaat meemaken in Parijs ook, ja, laten we het misschien zo zeggen. Ja. Hoe heb je die dan anders beleefd? Want je kwam je dan veel rustiger op een, op een olympiade terecht in het uh, wiel? Als je denkt van, ja, dit heb ik al een keertje gezien, dus ik kan misschien niet meer gefocust zijn? Goh, eigenlijk denk je na nou, die eerste spelen, dat is gigantisch overweldigend, als je daartoe komt, en je denkt de tweede keer... Ik heb dat al een keer gedaan, dat gaat meevallen. Maar dat is niet waar. Als je daartoe komt, dat blijft verschrikkelijk. Ay, verschrikkelijk in goede zin, je komt daartoe. Ja. En dat Olympisch dorp, dat is overweldigend. Die, die ja, hele sfeer daar rond, uh, ja, dat, is echt, ja, dat, dat laat een indruk na. Dat is, dat is echt enorm. En hetgeen dat er dan ook nog bij komt, is dat in Athene waren de Paralympics belangen nog niet zo populair als dat ze nu zijn. Um, in ja, Athene... want ja, dat is in groei waarschijnlijk ook. Ja, wel. dat is een enorm verschil. In Athene, daar zat het volk in de zaal, maar dat is geen uitverkochte zaal. In Londen was dat effectief een uitverkochte zaal waar we in speelden. Dus ja, dat is naar lawaai toe, naar stress toe. Ja, dat is gigantisch. Ook als je ja, als atleet buiten kwam bij wijze van spreken, dan stonden ze te wachten om je aantekeningen te vragen. Ja, voor ons was dat echt ongezien <laughs> gewoon, hè. Want, uh, wij waren gewoon van voor twee mannen in een paardenkop te spelen. En dan je dan voor het volle stadion speelt. En dan ze bij wijze van spreken aan de deur staan te wachten als je buiten komt voor een aantekening te vragen. ja Dat had wel iets, hoor. Ja, dat hebben ze mij nog nooit gevraagd. Yeah. Maar dan moesten jullie standaard naar het buitenland. Het is niet dat er een competitie in België bestaat. Want als je zegt, ja, het, uh, als iedereen meeging, als iedereen die op competitieniveau speelt, meeging, hadden we misschien twaalf mensen. Dus... Clubs zijn er dan niet in België? Nee, of? we hadden toen een tijd we een A en een B ploeg. Uh, en er, was, er werd in Hasselt getraind en in Gent. Maar eigenlijk kwam het erop neer dat iedereen die een nationaal team eigenlijk trainen in Gent. En het waren diezelfde spelers die dan in Hasselt een extra training deden. Oké, okay, maar yeah. <laughs> eigenlijk hadden in België inderdaad maar één ploeg. We zijn dan ook in de Nederlandse competitie gestart. Uh, origineel in 1994. Oh, daar, dan... daar, daar is wel een competitie. Daar is wel een competitie. En na een paar jaar zijn wij ook in de Duitse competitie begonnen. Eerst ben ik gewoon door een Duitse ploeg gevraagd en dan heb ik twee jaar bij een Duitse ploeg gespeeld. En dan nadien zijn we met onze eigen ploeg in de Duitse competitie gaan meedoen. Oké. Okay. Dan heb je heel Duitsland rondgereisd, alle kanten gezien. Ja, ja inderdaad. En, uh... Wat is de sterkste competitie, Nederland of Duitsland, als je nu. Uh, ik denk de sterkste waar ik in gespeeld heb, dat in Engeland was. Ik heb daar ook uh, twee jaar in de Engelse competitie meegespeeld. Oké. Okay. Uh, ik denk dat dat daar ja, toch wel de, de zwaarste competitie binnen één land was. Maar we hadden ook alle jaren een toernooi in Duitsland, waar dat, dat was eigenlijk gigantisch groot. Ik denk dat daar 35 ploegen naartoe kwamen alle jaren. En wij hebben dat ook een paar keer weten te winnen. Dus dat was wel. Leuk. De, de Champions League van het ja, uh, rolstoelrugby ja, of zo, dat moet je ja. misschien zien. Ja, ik denk wel... Het enige dat ik uh, gemist heb, is uh, in Amerika. Daar denk ik dat je effectief wel de zwaarste competitie hebt. En uh, ze hebben mij twee keer gevraagd om te gaan. Maar okay. telkens in een Olympisch jaar. En dan heb ik er toch voor gekozen om met mijn eigen ploeg uh, te blijven trainen. Ja. Omdat, ja, oftewel... We gaan een jaar in Amerika wonen en trainen daar met een clubteam. Oftewel, trainen hier met je eigen team en presteerde goed op de Spelen. En dat was toch iets, ja, die Spelen dat blijft speciaal. Maar ik blijf dat toch wel jammer vinden dat ik dat nooit heb uh, ja? kunnen waarmaken. Ja. Mochten ze het jaar nadien tussen de twee Olympiades gevraagd hebben, dan ja, zou je al die stappen hebben gezet. Ja, ja want het ja. lijkt me evident om dan eigenlijk alles achter te laten naar daar te gaan. Als je dan in Engeland of in Duitsland speelt, ben je daar dan fulltime atleet, of hoe moet ik dat dan zien? Uh, in Engeland en Duitsland dat is, dat kun je pendelen. Hè. Dat, uh, in Duitsland, ik kreeg uh, alle weken naar Duitsburg om te gaan trainen. Dat is dan één training. En de rest train ik gewoon bij, bij de club hier in België. Mm -hmm. En in Engeland, ik had toen een Engelse vriendin, dus ik zat regelmatig in Engeland. Komt goed uit. <laughs> Het is daar. Uh, en eigenlijk hadden we dan. Uh, ja, maar dat, uh, er was een ploeg die, die wou splitsen in A- en B-ploeg. En die wisten dat ik veel in Engeland zat. Die hadden dan gevraagd van, ja kom dan niet bij ons spelen. En uiteindelijk hadden ze mij dan in hun B-ploeg gestoken, omdat hun A-ploeg uh, de eerste line-up van hun nationaal team was en dat ze die niet wilden opsplitsen. Ja, die wilden waren... ze ook echt trainen richting kampioenschappen. Echt. Ja, ja, en dan zijn wij met hun B-ploeg Engels kampioen geworden. Dus dat was ook wel een, een leuke... <laughs> Dat de bondscoach toch een beetje verrast zijn? Uh... Uh, Goed, ja. Uh, het was niet echt een verrassing. We waren echt wel gelijkwaardig. <laughs> maar het zal hem toch niet echt vol aankomen. Uh... Ja, en in 2013 dan heb je opnieuw pech. Want dan breek je, als ik juist bij jou heup en jouw dijbeen. Ja, klopt. Ook tijdens een rugbywedstrijd? Nee, dat, dat is het stomme van de zaak. Ik heb eigenlijk uh, wel een appartement gehuurd in Oostende. En uh, ik kom daar buiten, Ik rijd die een opliet af. En dan is een beetje schuin naar beneden. En op uh, het moment dat ik bijna aan het voetpad kom, draait daar plots een fietser mijn kant uit, waardoor ik, ik moet uitwijken. En doordat ik uitwijk, zie ik niet dat er één klinker in het voetpad mankeert en mijn voorwiel blijft daarin steken. Oeh. Dus ik val daar op mijn heup. Maar op het eerste moment had ik dat niet echt door, Ik voel het ook niet. En uh, ja, ze hebben mij dan terug recht in mijn stoel. Uh, ik ben gewoon ja, doorgegaan, maar na een, een dag of twee begon ik iets koorts te krijgen. En uh, ik zit s morgens in een douche en ik zie dat mijn één been korter is dan mijn ander been. Dus uh, ik ben dan naar de spoed gegaan. En die zegt van, ik denk dat ik misschien mijn, mijn heup gebroken heb. En uh, ja, in het eerste moment, je moet naar de wachtzaal gaan, gekend hè? En uh, na nou, een uurtje komen ze mij daar halen, hebben ze platen gepakt. En dan was plots alle hens aan dek, want mijn heup was effectief over. En ze hebben eigenlijk maar een paar uur, om dat te herstellen heel slecht door het bloed is, een heup. Okay. Uh, maar ja, aangezien dat er al twee dagen was, hebben ze gezegd van, luister, we gaan er een pin in steken en hopen dat ze nog geneest. Maar de kans bestaat dat ze gaat afsterven. En dan, uh, eigenlijk heel stom, een maand of twee, drie later, uh, ben ik ergens laat op een quiz. En dat is een donker steegje met kasseien en zo. En daar steekt één pin uit de grond waar ik achter blijven haken ben. En dus ik val weer met mijn rechterheup in plaats van mijn linkerheup. Maar ik hoor krak. En op dat moment had ik zoiets van, shit, mijn rechterheup gebroken. maar mijn vriendin was daarbij en die had zoiets van, oh, maar ja, maar het gaat wel meevallen. is zei, eigenlijk relatief zacht gevallen. Ik kan me niet voorstellen dat je iets gebroken hebt. Maar ik zet mijn eigen recht en ik zie dat mijn linkerbeen halfweg uh, ja. mijn femur in een hoek van 45 graden staat. Ah, ja. Dus ja, waarschijnlijk had dat been niet meer genoeg hebben kunnen bewegen door die pin daarin. En dan hebben ze eigenlijk twee dagen nagedacht van wat kunnen we nu doen. Ze hebben dus mijn been in tractie gelegd, daar een gewicht aangangen. En uh, na twee dagen hebben ze beslist van toch de pinnen uit mijn heup uit te halen, omdat die waarschijnlijk toch ging afsterven, en langs daar een pin door mijn bovenbeen te steken. Maar dus het ergste verdict was dat uh, de carrière er wel op zat. Het was te gevaarlijk om, om ja, mijn kop Ja, te doen. Ja, door het, de jaren in een rolstoel te zitten, uh, gesteund daar niet meer op en dan worden die botten zwakker. En dus uh, ja, eigenlijk mag je het niet meer vallen. En voor iedereen die dan een keer YouTube uh, opzet en uh, rolstoel Rubik uh, zoekt, dan uh, gaat het zien: ja, je valt regelmatig, zeker als je geen van de snellere spelers zijn. Dus ja, dat was gewoon uh, hmm. een no-go ja je zegt het van als het dan getackeld wordt en stevig je tackles dan ja, het is lijkt het me een, inderdaad uh, niet evident en ja, het was mij nu ook niet waard om uh, nog mm. een paar keer iets te breken maar ik ben daar wel slecht van geweest dat is een serieus een domper voor mij een moeilijk jaar dan wellicht dat 2013 tegen dat het dan ja, ja dat was een heel moeilijk jaar uh, ja voor mij was, was sport alles je deed daar alles voor je liet daar alles voor uh, al hun tijd gaat er naartoe en plots zeggen ze van ja dat mag niet meer mm -hmm. Ja, dan uh, heb ik een maand of drie ook niks kunnen doen, omdat mijn been niet meer te goed plooide. En zijn mijn been dan wat plooide, ben ik eigenlijk begonnen met gewoon zo'n atletiekstoel op de weg mijn conditie te onderhouden. Omdat ja, ik wou niet, niet plots veel gewicht bijkomen en, en uit conditie zijn. Stel dat ze binnen twee jaar zeggen van je been is perfect genezen. Ja, uh, ge mag je mag toch, toch terug beginnen, dan wou ik nog in vorm zijn. Heb je toch die klik wel kunnen maken van ik ja, moet blijven bewegen. Ja, inderdaad. En, en ook als outlaw ik ben iemand dat dat echt wel nodig heeft. Je kan geen hele tijd op de PC zitten gamen of zo. Dus uh, zo met mijn, uh, mijn wieler eigenlijk begonnen. Totdat dan uh, iemand van uh, Geesport Vlaanderen, toen nog Parente, dat hoorde. En die hebben mij dan gecontacteerd: Ik word een van de snelste van de wereld in de rugby. Waarom probeerde te sprinten niet? Ja, die zagen ja. een opportuniteit van. Ja, er kunnen we iemand naar een andere sport oriënteren. En, dan, ja. en wat dacht je als die vraag kwam? Was het dan van: oké, okay, laten we het proberen? Of dacht je zoiets van: poeh, laat mij nu misschien even gerust met. met nee, met ik competitie. had zoiets van: dat klinkt gelijk wel goed. Waarom niet? Ik had niks ja. te verliezen. Uiteindelijk, ja. ik had een wieler. Het was een tweedehands, dus niet perfect op maat en zo. Maar ik heb dan in plaats van duur trainingen op de weg, uh, terug naar de pist gegaan, ay, naar de pist gegaan en ex echt explosief beginnen trainen. Nou, tenslotte, slotte, ja, ik ben echt geen marathonrijder. Uh, dat is niet gerealiseerd. <laughs> nee, ik moet het echt van mijn, mijn, mijn eerste paar meters hebben. Dus uh, ja, zo gezegd, zo gedaan. Bijna, hè. Mijn techniek was heel goed van in de rugby. En die kon ik eigenlijk echt houden. En, uh, dat is natuurlijk ook... gemakkelijker als door ja, rechtdoor, bij wijze van spreken. Ja, ja maar het stomme is: rechtdoor rijden is verschrikkelijk moeilijk. Dat is het moeilijkste van heel de sport eigenlijk. Okay. Daar staat van voor de stuur op, Want op het moment ja. dat je dat gebruikt, ben je verloren. En je pakt, wij doen ons 100-meter-impact nu 20 seconden, en ik duw 35 keer op die 20 seconden. Ja. Dus als je dan één seconde niet aan je wiel aan het duwen bent, dan heb je één à twee slagen gemist en lig je direct een meter, twee meter achter op je concurrentie. Dus je moet eigenlijk zorgen dat je wieler perfect rechtdoor rijdt zonder dat je aan de stuur aankomt. Je moet perfect... Gelijktijdig bij de wielen aansturen om rechtdoor te Go blijven gaan. Zodra je daar een foutje maakt, dan. Zelfs, het is zelfs nog moeilijker dan dat. <laughs> uh, bij een gewone stoel is dat effectief. Je geeft evenveel kracht aan de twee kanten en wijkt een beetje af, duwt een beetje harder dan de ene kant. Ja. Maar door het feit dat daar van voor een, een, een wiel op staat, dat uh, je stuurt, maar dat stuurt dus echt met weerstand. Dus om dat te draaien, moet je daar echt tegen duwen. Uh, en dus in principe kun je je wieler perfect rechtdoor afstellen. Dat is met een stelschroef. Maar dan moet je hem ook perfect rechtdoor zetten aan de start. En op het moment okay. dat je een klein beetje scheef staat, of ten eerste duw je uw, uw voorwiel opheft door te snel te vertrekken, en dan iets harder duwt met één hand, ja, dan gaat je wieler wel zo. Maar op het moment dat die drie wielen de grond raken, mogen je harder duwen aan één wiel dan aan het andere wiel. Je gaat niet echt van koers veranderen. Oké. Okay. Dus je moet echt een manier vinden om die toch ja, in de baan te houden, zonder aan een stuur te moeten komen. En ja, je zou wel in theorie ja, met een arm kunnen stoppen met duwen, en alleen met een andere duwen, en dan gaat hij wel genoeg afwijken om hem in de baan te houden, maar het gaat ook niet meer snel zijn. Ja, dan verlies je te veel snelheid en dan is het ja. van 100 meter eigenlijk verloren. Het is, het is, maar ook dat... bij het rugby waren de stoelen met drie wielen. Het rugby waren dus dat... ze eigenlijk met zes wielen. Je had uh, twee voorwieltjes, ja. twee grote achterwielen, en nog twee wieljes tegen het omkiepen. Dat <laughs> was verplicht. Om de veiligheid toch wat te garanderen, ja, dat niet ja. iedereen constant werd omvergekegeld. Ja, toch? inderdaad. En dan, ja, dan maak je die stap naar het wielen, en dan gaat het eigenlijk ja, letterlijk en figuurlijk zeer snel. In 2014, dus een jaar na het ongeval, ja, ben je al drie keer zilver op een Europese kampioenschap. Was dat ja. dan echt be een bevestiging van... Oké, okay, hier zit wel iets in, en als ik hier nu blijf voor gaan, dan... Je ja, weet wat er komt. Ja, inderdaad, dat was voor mij. Inderdaad, van. Ja, oké, okay, hier zitten kansen in. Uiteindelijk, de, de toenmalige. Echt, de, de man die alles won, is Nefin. En. Uh, dus ja, die was op dat EK. Ik heb daar wel dik van verloren, weliswaar. Maar je weet van, oké, okay, je verliest hier van de, de nummer één van de wereld. Uh, en, en de andere Europeanen kon ik wel kloppen. Ja, dus ik, ik wist ook de, de Finn. Op ik ken die nog uit mijn rugbycarrière ook. Dus ik wist dat wij in de rugby gelijkwaardig waren. Dat is dus, Tony is Tony, Tony Pispane, ja. ja. Dus in de rugby waren wij gelijkwaardig qua snelheid. Dus ja, je weet dat hij wereld- en paralympisch kampioen is. Dan denkt je inderdaad van ja, misschien ben ik hier niet kansloos. En de eerste grote uh, competitie die we elkaar tegenkwamen bleek inderdaad, ja, ik kwam nog een straat achter, maar er zat wel potentieel in en ik ging wel kans hebben. En Want die dus heeft het een... altijd gecombineerd: het rugby met, uh, met nee, het Nee, hij is in 2008 begonnen. Uh, Oké. Okay. In 2008, Finland heeft zijn nooit kunnen, kunnen plaatsen voor de Spelen. En ik denk dat, dat hij daarom de, de stap gemaakt heeft. Ja, van... Om toch die Olympische droom uit ja, te maken. Ja, inderdaad. En heb jij ooit zelf nooit nagedacht wanneer je daar in Londen. Um, op uh, de spelen staat van oké, okay, ja, ik ben hier wel met rugby, maar wie weet, als ik er nu even wow. focus op, op het 100 meter, zou ik dit kunnen combineren? Goh, als ik nu eerlijk ben, in 2008 hebben wij ook de Spelen gemist, dat was uh, Peking. Ja. En toen heb ik heel kort uh, beginnen wielen, maar het was niet combineerbaar met rugby. De, 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 okay. de, de trainingen van beide zijn te belastend om te combineren. Ja, om dat, alles uh, samen te doen. Ja. En toen heb ik gekozen voor de rugby, omdat ja, voor mij was de rugby ja, mijn eerste liefde. Je weet ook niet of je het in, in het wielen zou halen. Ja. Dus ja, en, ja, je hebt ook een, een ploeg dat je niet in de steek wilt laten. En ja, een teamsport is anders dan individueel. Hè? Hebt... Dat is dat een aspect dat je nu mist misschien op een kampioenschap, als je daar dan nu op, op de, ja, in Rio en, voor de naar Parijs alleen gaat in plaats van met een team? Hetgeen dat je wel hebt, is je hebt sowieso een aantal atleten waarmee dat je veel samen traint. En dus buiten de wedstrijden zelf heb je wel een team. Je hebt ook je omkadering, je coach, je kinnie en zo. Maar tijdens de wedstrijd zelf is dat, is dat inderdaad wel heel anders. Je kunt ook in team kunnen zelf een slechte dag hebben en winnen. Maar je kunt ook een goede dag hebben en verliezen. Terwijl individueel, ja, jij moet het doen. Maar aan de andere kant krijg je ook al een krediet als, als het lukt. Mm -hmm. Dan... Uh, maar ik heb ooit al ja, in de rugby een slechtere periode gehad. En toch heel, 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 heel belangrijke wedstrijden kunnen winnen. Puur omdat het team rondom u heel sterk is. Uh, en, maar ook andersom: dat ik in een topperiode zat en de rest van het ploeg iets minder was. En dat je een wedstrijd verliest, terwijl je zelf echt top bent. Heeft die mentale weerbaarheid van die competities jou geholpen in jouw wielercarrière om dan toch wel, als je daar helemaal alleen staat, dan toch wel die prestatie te leveren? Of heb je die mentale die... weerbaarheid misschien altijd al een beetje gehad? Goh, ik denk dat uh, het meeste van die mentale weerbaarheid in het wielen zelf begonnen is. Ik denk in de rugby is dat heel anders, omdat de druk veel meer verdeeld is. Je hebt, uh, ja, als ik een keer een bal uitvallen, dan gaat een andere misschien opruipen. Het is ook... Het is de, Degene dat de laatste bal laat vallen, die krijgt zogezegd de schuld van de wedstrijd te verliezen. Maar uiteindelijk is dat niet. Hè? Je hebt een heel wedstrijd lang je hebt misschien vijf turnovers. Ja, die zijn alle vijf even belangrijk geweest. Uh, dus ja, de, de druk is wat meer verdeeld. Ik vind de druk veel hoger als je individueel uh, wedstrijden doet. En hoe ga je daarmee om? Heb je bepaalde rituelen als je naar een wedstrijd toe leeft om um... met die druk te kunnen omgaan of die een plaats te geven? Goh, ja, we hebben eigenlijk sinds 2020. 14 of 15 werk ik inderdaad wel met een mental coach samen. En dat is toch wel een belangrijke dat je inderdaad leert van, ja oké, okay, zo moet ik daarmee omgaan. En dat is uiteraard voor iedereen anders. Maar ja, je moet dat een plaats kunnen geven. En je moet ook weten, als ik er alles aan doe en ik heb er alles aan gedaan, ja, en een ander is beter en is een beter. Hè? Ja, dan, dan moet je daarmee kunnen leven. Wat dat niet wil zeggen dat je alles uit de kast gaat halen en hem toch. Volgende keer beter te zijn en, en wel te kloppen. Maar die druk, de stress vind ik ook, dat veel hoger ligt bij individueel dan, uh... dan bij een teamsport. Ja, ik vind dat wel. Maar ja, om jouw mentale weerbaarheid misschien te kaderen. In 2021 op de Spelen in Tokio win je goud op de 100 meter. En daar is het, ja, het is de wereld rondgegaan, het sabotageverhaal van jouw stoel. En toch win je daar nog. Wat is daar dan eigenlijk exact gebeurd? Want jouw stoel was in, was in stukken van één. Goh, het was eigenlijk de, de stang tussen mijn stuur en mijn voorvork dat doorgebroken was. En drie lekke banden. Dus het, het mijn kader was in feite nog heel. Dus die stang, wij, ik had die wel als reserve bij. omdat jo, Je weet nooit dat dat een keer loskomt of zo. Maar uh, er zijn sowieso wel weinig atleten die die als reserve bij hebben. Maar het grootste probleem was uh, niet enkel die stang was afgebroken, maar ook de bout om ze te bevestigen. En dus dan hebben ze uiteindelijk... Er zijn, uh, ik denk ongeveer drie kwartier voordat mijn opwarming moest beginnen, zijn we daar daarachter gekomen, als we toekwamen. Uh, er is direct heel veel volk opgebeld. Uh, van de omkadering, er zijn mensen met nieuwe tubes uit het dorp gekomen. Uh, ik heb je een moment getwijfeld van, ik ga niet kunnen starten? Het was eerder. Uh, jawel, we hebben heel lang getwijfeld of we gingen kunnen starten. Omdat, ja, er ging wel veel volk komen om te helpen. Maar krijgen je het gerepareerd op tijd... Zortoe ja. met die afgebroken bout, hey, dat, dat was nog niet zo evident. Die, die banden, hetgeen ik eerst gezien had, dat is op zich geen probleem. In een nieuwe tube leggen, dat, dat duurt niet zo lang. En dan ging het gewoon kwestie zijn van de wieler even terug af te stellen, omdat die stang dat doorgebroken was. Dat was echt wel een serieus probleem. En hoe heb jij dat dan beleefd, als ze die stoel aan het herstellen zijn? Want je, je gaat dan met één stoel naar, naar de spelen? Of, of ja, met je één dat... stoel naar de spelen, ja. Omdat, als je een trainingsstoel en een wedstrijdstoel... Dat is nooit exact hetzelfde. Ah, je hebt uh, altijd meerdere stoelen om... God, nee, van... nee, het is dat ik bedoel, moest moesten dat hebben, ah, dat okay. is nooit exact hetzelfde. En dus je gaat nooit even goed presteren in, in beide stoelen. Je moet ja. effectief in de stoel waar je wedstrijden mee doet, moet ook je trainingen doen. Om dat, die ja, timing helemaal juist ook te hebben. Ja, die, die positie, dat, is, dat kan heel gelijkwaardig zijn, maar dat is nooit exact hetzelfde. Maar dus, ja, het moment dat er dan... Dat ze aan begonnen te werken... Uh, heb ik ook begonnen met mijn shirt aan te doen, mijn handschoenen aan te doen. En uh, op een gegeven moment heeft een van die mannen in eigen omgedraaid en gezegd van, ja, luister, zo zit het, zal zitten, Die een bout is afgebroken. Hetgeen dat we wel kunnen doen, is dat nieuw onderdeel daar op die kapotte bout schuiven en het dan met tie rapjes uh, en, en wat duct tape tegen een frame trekken. Nu op zich, dat zat heel stevig in elkaar, maar ja, een, een bocht kon ik niet meer pakken. Dus ik ben heel blij dat de 100 meter was. Maar op het moment ja, okay. dat ze dan zeiden van oké, okay, hij is klaar, had ik nog vijf minuten over voordat ik aan mijn opwarming moest beginnen. En op die dag is mijn, mijn, mijn timing perfect uitgeschreven. Er staat wanneer ik moet eten, wanneer ik moet drinken, wat ik moet doen om van de opwarming en zo. Dus ik wist perfect, ik heb vijf minuten over. Ja, ik ben heel bewust vijf minuten te vroeg aan die opwarming begonnen om ook vijf minuten te vroeg naar de callroom te kunnen gaan om daar als allereerste te staan om te laten zien van luister vriend, wie dat ook gedaan heeft, je bent met mij niet klaar. En ja, op dat den moment denk ik dat vooral de adrenaline heel veel gedaan heeft. En, en ja, je hebt vier jaar daarvoor gewerkt. Je, je wilt dat niet gewoon wegsmijten. En. Uh, was je ook effectief de eerste in de callroom? Uh, ik was effectief de eerste in de callroom, ja. En hoe heb je daar dan gezeten? Dan zit je daar de ja. langste minuten van je leven? Of waren ja, je echt een oogwenk voorbij? We hadden twee callrooms. En in het eerste kwartier, de eerste callroom, mocht mijn coach nog mee. We hebben ons best gedaan voor daar luchtig te doen en een beetje te lachen en te zeveren. Terwijl je van binnen ja, Je even voor het ontploffen, he, je gekookt, je zei razend. En op het moment dat mijn coach. Uh, door moesten en we naar de tweede callroom gingen. Dan heb ik uh, ja, mijn drinken meegepakt, mijn suikerkjes meegepakt, mij daarop gefocust. Ik heb uh, uiteindelijk wel liggen al op ons knie, dus wij moeten moeite doen om naar boven te kijken. Ik heb gewoon heel de hele tijd naar mijn voeten gekeken, mijn eigen gefocust op mijn wedstrijd. Uh, die wedstrijd al een paar keer gereden in gedachten. En ja, gewoon niemand aangekeken, met, met niemand gesproken. En dan uiteindelijk, ja, we mogen dan die startlijn. En dan, ja, dan is het. Ja, op dit moment heb ik het nog allemaal. Dan is het meer ja. focus en weten wat je moet ja. doen, waar je al jaren in verdreven hebt. Want het enige dat dan de kunst is, is want je zei kwaad, je zei razend, is dat je, je je kracht en je energie nog op de juiste manier benut. Ja, dan Als je dan gewoon van je wielen begint te slagen, dan, dan gaat het ook niet. Maar, ja. Zodanige routine dat je weet wat je moet doen. En dan die adrenaline stoot. En ja, ik was heel goed weg. En ik denk, vanaf de 60 meter wist ik, wist ik ja, zeker dat ik het uh, kon halen. Ja? Ja, dan uh, lag ik echt ja, denk, een halve wieler vol voor. En ik wist mijn topsnelheid was een van de beste van, van het pak. Die pakken ze nu dus, weer terug. Dus, ja, als je dan een halve wieler voorligt ligt, dan is het eigenlijk binnen. Je verlengt jouw titel op die 100 meter op de ja. Paralympische spelen. Want in Rio in 2016 win je ook al die titel op die ja. 100 meter. Wat was dan de grootste ontlading? Die eerste keer dan toch. Die uh, tweede of die, ja, later, I, Want je hebt ook nog de 400 meter in Rio gewonnen. Maar... Ik denk, de grootste ontlading was toch wel die laatste. De, ja, gewoon toch. Het feit al wat er daar gebeurd is. Uh, <laughs> ja, het is ook. Het ja, moment dat je over die finish komt, komen er zoveel emoties vrij. Je hebt. Ja, je bent nog altijd kwaad, je bent furieus, je zei euforisch. I, ja, alle emoties zijn naar de revue gepasseerd. Ik denk ook, als je die eerste interviews gaat bekijken, dat dus, uh, <laughs> ja, Veel emoties, gewoon, inderdaad. Ja, ja. Je hebt je, je emoties niet meer onder <laughs> controle op dit moment. Hè, dus. Heb je daar dan achteraf ook voldoende van kunnen genieten, van die titel? Want nadien pak je ook nog zilver op de 200 meter. Uh, met diezelfde stoel dan? Of die was intussen hersteld? Of? Uh, nee, de 200 was eerst. Ah, als eerste eerst al die 200 meter. Daaiard. En uh, de 100 meter was mijn laatste wedstrijd. Oké. Okay. Maar ik heb effectief uh, twee nachten letterlijk geen oog toegedaan. Ik heb daar niet van geslapen. Ondanks het feit dat ik wist dat het goed afgelopen was. Je kunt daar gewoon niet bij hoe dat iemand zoiets kan doen. Want het is nog altijd niet en... opgehelderd, hoor. Nee, nee. Dat, uh, ja, dat gaat eeuwig een mysterie blijven. Dat, uh... En je hebt zelf ook geen. Idee ik heb een heel goed nee? vermoeden, maar zonder bewijzen ja, kun je niks zeggen. Sta je nergens? Ja, ik kan mij niet verlagen tot zijn niveau. Je hebt de titel gepakt, dat is denk ik de beste. Dus, uh, en ik heb Sorry, ik had, uh, degene dat ik denk dat je dan de medaille van heel kortbij heeft mogen zien. <laughs> dus uh, ik denk dat is de, be de beste middenvinger dat ik kon geven, was <laughs> die medaille effectief nog pakken. En uh, ja. Ja, het heeft wel een extra dimensie erdoor gekregen, Maar, maar er ligt ook die liever niet ja, ja, dat is een heel uh, ja, dat is een bizarre week geweest, gewoon. Hè, want Zelfs nadien, ja, dat, dat blijft in uw Ja, Dat is heel raar. Je bent ook lang wereldrecordhouder geweest op de 100 meter. Je bent er van de 400 meter naar de 200 meter overgestapt, want je ja. werd nog Paralympisch kampioen Rio op die 400. Maar in um, Tokio is dan een 200. Ja. En dat is blijkbaar omdat 400 geen Paralympische discipline meer ja, is. Ja. Op het moment zijn de 100 en 200 uh, onze Paralympische nummers. En hebben ze de, de 400, in de tijd was de 200 geen Paralympisch nummer hebben ze 400 geschrapt. En waar die wissel? Waarom? Blijkbaar zou dat met de tv-rechten te maken hebben. Dat dat voor de tv-rechten beter uitkwam dat we een 200 reden dan een 400. Oké. Okay. Ja, dat alles moet een reden hebben, denk ik. Ja, ben Ik ben stiekem blij dat het geen 400 meter is, want dat is toch ook wel... Ja. Dat is een hele pijnlijke afstand, ik. <laughs> ik deed dat wel graag. Ja? Uh, ja? Want daar heb je dan toch wel veel bochten en dan lijkt het mij heel moeilijk om dat te kunnen controleren. Uh, ja, maar op zich valt dat wel mee. Dat is, uh, dat is redelijk goed te doen. Okay. Ik denk dat, net als voor een valide loper, dat de 400 gewoon een verschrikkelijke afstand is. Dat, ja, het is te kort om te doseren en te lang om voluit te gaan. Dus ja, dat is op het einde gewoon vol, vol sterven. Maar uh, ja, deed, ja mijn, mijn eerste 200 meter was altijd heel goed. En uh, met een beetje kans kon ik daar nog 50 meter doortrekken. En dan vanaf dan was het... Hopen Dat ze mij niet gingen inhalen. Maar ik zei die. Ja, ik deed dat wel graag. Mm -hmm. en, maar het voordeel van 100 en 200 is wel dat richting training. Je trainingen wel dichter bij elkaar liggen. Yeah. En door het schrappen van de 400 is mijn 100 wel, uh, wel wat tijd afgegaan. Omdat je die, ja, die ligt veel meer focus op dat korte ja. sprint. Want hoe ziet een, een training van jou er eigenlijk uit of een trainingsweek. Is dat dan te vergelijken met een valide atleet of, of is dat dan. Ben je uh, nu ook in de opbouw 200 meters aan het bollen, bijvoorbeeld, of hoe ziet jouw goh, training eruit? Op het moment uh, zit ik even met een blessure. I, we zijn nu stilstaan terug aan het beginnen. Maar dus ik heb even met een blessure gezeten. Maar ik denk, ons trainingen, dat je eigenlijk uh, wel deels kunt vergelijken met van een valide loper. Want het is eigenlijk een combinatie tussen een valide loper en uh, een renner. Omdat, eens dat je wieler in gang is, ja, dan bolt dat wel. Ja. Yeah. Dus, het is iets makkelijker voor een sprinter in het wielen van het door te trekken naar de langere afstanden. Um, maar ja, wij trainen zes dagen in de week. Uh, afhankelijk van waar in het seizoen zit ik drie of vier keer op de piste. Uh, en dan nog een wegtraining of twee. Uh, nog krachttraining, stabiliteitstraining. Dus uh, ja, ik denk qua trainingsuren kunnen het zeker wel, uh, wel vergelijken. Het is alleen een type training dat misschien iets anders gaat zijn af en toe. Ja, je sprak dan over jouw coach die meegaat in de eerste Callroom. Zijn er coaches in België die daar zoveel specialiteiten in hebben in geatletiek? Uh, intussen wel. Uh, ik denk uh, Mieke, mijn coach, uh, ja, ja, die, Mieke is is, uh, die een vrij grote uh, ja. groep intussen ook heeft opgebouwd. Ja, ja. Ik denk, zij is in uh, 2015 begonnen, denk ik. En toen uh, ja, was er een leercurve uiteraard. Uh, maar zij heeft daar heel veel tijd en energie in gestoken om echt ja, te gaan opzoeken. Uh, zij bij, bij stages gaan lopen in Nederland. Uh, mm -hmm. Ja, ze staat ook open om mee te denken en te zoeken. En uh, ja, na een paar jaar heeft dat echt wel zijn vluchten afgeworpen. Heb je merkt dat zij als, als trainer zoveel sterker staat? En... Uh, als trainer denk ik dat zij op het moment ook wel echt bij de top zit. Omdat ze er ja, heel veel voor doet. Ja, want de echt, ja, het, is, het is niet evident voor een valide trainer van over te stappen. Uh, ik denk, naar nou, een protheseloper, dat gaat nog wel meevallen. Dat gaat vrij gelijkaardig zijn. Buiten het feit dat je een beetje meer een materiaalissue zet. Maar uh, naar nou, een wieler, ja, dus, het is anders. Het is anders en ja, ze heeft daar wel uh, haar werk aan gehad. Want de Belgen zijn best wel sterk bezig ook nog. Ja. We hebben nog, ja, Roger Habs is er ook nog die uh, op dit moment het wereldrecord heeft op, uh, ja, van jou gebroken heeft. Ja, dan hebben we ook nog met Joyce Lefevre en dan Johannes Walbaert, ja. die ook nu heel sterk aan het ja. opkomen ja, is. Klopt. Merk je dat het gewoon echt meer en meer leeft? Want je zei het al, ja, vroeger de Paralympische Spelen veel minder aandacht. Merk je dat verschil echt nu? Ja, je merkt dat wel. Na elke Spelen krijgen we echt uh, ja, een aantal mensen die, die echt de vraag stellen van ja, waar kunnen we dat doen? Uh, ik denk zelfs dat Johannes begonnen is na de, na de Spelen van Tokio, nadat mij bezig gezien heeft. Dus op zich is dat ja. wel een mooi compliment, dat, dat, dat er dan ja, talenten daardoor, daardoor beginnen met de sport. Mm -hmm. Heb je zelf atleten waar je dan zo naar opkijkt? Of, goh, ik denk, ik ben op heel jonge leeftijd in de rugby begonnen, en dan ben ik gewoon als ploeg bezig. Mm -hmm. En toen ik naar de atletiek ben overgestapt, ja wist ik al direct van, ja, zus en zo. Dus ik denk niet dat ik echt zo enorm naar andere atleten opkijk. Ik, ja, ik denk dat je ze meer als gelijken ziet. En uh, hmm. pas op, zijn Bolt en zo, dat spreekt altijd tot de verbeelding. Hè? Maar het is nu niet dat ik zo iemand heb van, dat is nu echt mijn idool. Dan, uh... ja, er waren ook heel weinig voorbeelden, wellicht in België. Ja, dat is... Ja, het wiel stond echt nog in zijn kinderschoenen toen hij begon. En uh, ik ben blij dat het nu wel... Uh... Ja, meer en meer uh, navolging begint te krijgen. Ja. Want jij gaat trainingen, je zei het al, van, ja, het is altijd wel iets specifieker. Maar ook voor jou, want klopt het? Jij, jij, jij zweet niet of je, je zweet amper? Ja, ik kan totaal niet zweten. Mijn uh, letsel is zodanig hoog, dat je warmteregeling uh, is eigenlijk lager is bezenuwd. Dus uh, als het extreem warm wordt, ja, dan krijg ik gewoon koorts. Dus dat is toch wel een factor waar je serieus rekening mee moet houden. En welke impact heeft dat op jouw, jouw training? Als je dan een paar minuten rust hebt tussen herhalingen, dan moet je um, worden afgekoeld? Of hoe gaat ja, we hebben echt enorm uh, moeten zoeken daarnaar. Um, omdat, ja, we hebben ook dikwijls uh, WK's en zo op heel warme plaatsen. En als ik echt ga trainen bij 40 graden, ja, als ik niks doe om te koelen, dan geeft uh, ja, dat echt wel problemen. Dan, uh, ik weet in uh, de Spelen van Rio. Ja, dan lijkt het mij best warm dan. Toch? Ja, inderdaad, dat was het. 8 of 39 graden. Oef. Ik weet, uh, een uur of anderhalf uur na mijn wedstrijd had ik nog altijd koorts. En dan heb ik al een half uur in een ijskoude douche gezeten. En dat is gewoon, ja, geraakt. Zodanig oververhit dat je, ja. Want je werkt twee wedstrijden af, die 100 meter en die 400 meter in Rio. Ja. Dus je weet, ik ga hier wedstrijd 1 afwerken. je pakt daar ja. goud. Ja. En dan weet je, nu ga ik koorts ontwikkelen. Moet ik in de. IJsdouchen. Uh, en dan weet je, een paar dagen later ga ik dat opnieuw meemaken. Dat is toch wel nog best ja, intens. Maar, maar eigenlijk... Uh, we moeten dat vergelijken. Je hebt wel koorts, maar je hebt niet het ziek gevoel. Je hebt enkel het je hebt veel te warm gevoel. Oké, okay, je, dus je bent, het is niet dat ik... of zo, hoe moet ik het zeggen. Nee, nee, je ligt niet te rillen van de koorts. Je hebt gewoon... Je lichaamstemperatuur is tegen de 40 graden. Uh, gezond is dat niet. Maar <laughs> ja. het is ook niet dat ik... Eens dat ik afgekoeld ben, ben ik daar volledig door. Ik heb daar geen twee dagen last van, nadien. Oké, okay, de dag nadien ben je terug, oké, okay, en kan je terug ja. die een nieuwe inspanning leveren. Ja. ja, klopt. Wat zijn wel extra elementen om dan... En is dat dan Nieker die daar rondloopt met drie frigo Of hoe, <laughs> hoe, 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 hoe moeten we ons dat voorstellen? Ja, we hebben eigenlijk coolen. heel veel uh, dingen gezocht van... Uh, hier in België, in de klimaatkamer, van hoe moeten we koelen? Yeah. Uh, de eerste keer dat we dat deed was in 2015, omdat ik wist dat dat een probleem ging zijn. Uh, toen hebben ze mij de klimaatkamer aangeboden, maar dat was in de winter. Uh, ik denk met min drie of zoiets, dat ik mijn wheelers uit de auto haalde. Tegen uh, de hele tijd dat ik in de klimaatkamer was, was ik goed onderkoeld. Dus na een uur in de klimaatkamer was ik gewoon op temperatuur. En dan hadden ze zoiets van, ja, ik heb daar geen last van. Maar ja, ik wist zelf Liefst zeker... Het ideale moment om het te testen. Ja. Maar uiteindelijk hebben we dan een wedstrijd in Dubai gaan doen. En daar bleek dan al direct dat het wel een probleem ging zijn. Maar uh, voor de Spelen, nu in Tokio, met dat het daar ook heel warm ging zijn, hebben we echt zes, zeven keer in de klimaatkamer gaan testen. Echt een opwarming gedaan in de klimaatkamer. En uh, ja, er zijn toch wel wat dingen uitgekomen. Hoe dat we beter kunnen koelen, welke delen dat je moet koelen en zo. Ja, bepaalde lichaamsdelen die meer gekoeld moeten worden. Ja, ja het, uh, het scheelt. Um, ja, als je bepaalde spieren gaat koelen dat een slecht effect hebben en andere dingen moet je dan weer wel koelen. Okay. Uh, dus ja, we hebben daar heel veel research naar gedaan en uiteindelijk wel op een vrij goed resultaat gekomen. Ik weet als we daar in uh, Tokio aan het trainen waren bij 40 graden, uh, is er een coach van uh, een andere atleet datzelfde probleem heeft. Na, na Mieke gekomen van ja, hoe doen jullie dat? Want ja, Peter zit daar al anderhalf uur op de piste en het is hier om dood te vallen. Mm. En, maar uiteraard, je geeft geen geheime prijs. Dus, uh, je hebt daar veel werk aan besteed. Uh, dus we hebben ze wat in wel aangelaten, maar op hmm. zich is dat wel goed om weten dat er is. Het, er is ieder voor zich heeft. op dat moment, ja. uiteraard. Ja, uiteraard, uiteraard. En heb je ooit het moment van, van je hebt ook jouw boek geschreven, 2022, ja. Wheelchair Racer. Ja. Heb je het moment dat je denkt: van oké, okay, ik wil wel zo mijn kennis beginnen delen en ik wil wel misschien zelf ook training geven. Zijn er dingen waar je soms over nadenkt of nu Goh. leef je gewoon nog echt als die topsportatleet en niet al later? Of zijn er momenten waar je toch uh, moment... zo reflecteert over ja. wie weet ooit? Op het moment ben ik nog vooral als atleet bezig hmm. en zit alle focus daarin. Ik denk ook dat, niet, dat je niet zoveel tijd over hebt om nog uh, met die andere dingen bezig te zijn. Maar ik denk ook niet dat ik de perfecte trainer zou zijn. Ik uh, ja, ben iemand dat zelf heel graag doe maar ik kan het niet zo goed uitleggen. Ja. Ik ben ook uh, trainer van een recreatief rugbyploegje. Maar ik zou nooit een toptrainer zijn in rugby ook niet. Ik, uh... Nee? Want ja, hoe, hoe gaat het eigenlijk met de, de rugby in uh, België nu? De rugby is in België op het moment een heel laag pitje. De, de, geen in, nationale ploeg meer? Geen nationale ploeg meer. Ik denk in 2013 ben ik gestopt, is Bob gestopt. 2012 is Lars gestopt. Uh, en dan was eigenlijk de eerste line-up ongeveer helemaal weg. En uh, ja, ze hebben nooit echt uh, vervanging kunnen vinden. En ja, de EK erop zijn ze afgezakt naar het BEK, naar het CEK. Dus uh, ja, op het moment hebben ze gewoon geen nationaal team meer, wat eigenlijk wel heel jammer is. Mm -hmm. dus als die is in de geschiedenis die jullie daar ja, hebben opgebouwd. Het is, het is een het is. schitterende sport. Het is, ja, als tetraplegiker de mooiste sport om te doen, denk ik. En als dat dan gaat wegvallen in België, dat zou heel jammer zijn. Kijk, bij deze een oproep. Voilà. Dat kunnen mensen naar jou doorwijzen. als jij toch al nu recreatieve coach, wie weet ooit, ja, ja, zeg nooit, voilà. ooit. Voilà. Um, ja, ook nog iets wat ik heel opvallend vond. Ik heb je wel vaak op competities bezig gezien. Ja. Je hebt die routine van, van jouw voorbereiding. En er is ook iets heel bijzonders met jouw handen, als ik juist ja. ben. Want mensen denken dan een rolstoelatleet die gaat zijn, stoel gaan aansturen door de wielen vooruit te gaan duwen. Ja. Maar bij jouw handschoenen hangt er een soort van, ben ik juist een soort van lijm ja. om voldoende grip te hebben. Ja. Want omdat je zelf vanuit je handen niet voldoende grip hebt, ben ik juist? of? Uh, ja, ongeveer. Oké, okay. uh, kom er... in de buurt. Het <laughs> komt er eigenlijk op neer dat ik ben de enige die naar rijdt met de bovenkant van zijn hand. Uh, omdat, ja, ik heb gezegd, ik heb geen handfunctie. Ja. Uh, maar ook mijn triceps is heel zwak. En een normale atleet, die gaat zo duwen. Met eigenlijk... de binnenkant van zijn hand tegen... Ja, eigenlijk, meestal du... maken ze een vuist en dan uh, steekt hij een duim uit... En dan moet er een hoepel tussen uw duim en uw, en uw vuist komen, eigenlijk. Okay, en dan ja. dat is er daar rubber op rubber, dus dat geeft heel goede grip. En je krijgt heel veel frictie doordat je daar in een V zit. En, uh, maar door het feit dat mijn triceps heel zwak is, uh, heb ik een techniek uh, zelf mee begonnen in de rugby. van uh, um, eerst van achter mijn wiel te pakken en dan op biceps te trekken. En vanaf daar begin ik eigenlijk met mijn pols te draaien en trek ik mijn pols nog recht op het einde. En okay. dus dan kan ik heel veel kracht halen uit mijn onderarm. En uh, dat is eigenlijk de enige reden. Dat, ay, de enige reden. <laughs> dat is de reden dat ik snel ben. Uh, omdat ik gewoon een manier gevonden heb om die, die triceps eigenlijk te overbruggen die, die je veel minder nodig hebt. Oké, okay, dus je moet uh, met de bovenkant van je hand eigenlijk echt over het ja. wiel gaan wrijven. En daarvan ja. heb je dan ook wel die voldoende grip, ja. maar nog door ja. iets van ja. Ja, ja, lijmachtig achter. Ik, ik doe naar haar. aan. En, okay, uh, uh, ja. en dat geeft dan uh, grip. En ja, als dat niet werkt, ja, dan, bijvoorbeeld als het regent, ja, dan staat het schaatsen bijna. Ja. Dat uh, oh, echt? is echt wel een probleem, ja. Okay. Gelukkig dat het dan ook... Als ja. het al een, een warme landen geweest is in spelen Parijs wordt dat misschien ja. een beetje gevaarlijker. Ja, wel, dat, uh, dat gaat inderdaad een gevaarlijke worden. Hoe gaat je voorbereiding nu richting Parijs? Je zegt van die schouder, dat is een schouderblessure toch? Het is een schouderblessure, ja. ja. Uh, we zitten nu heel veel uh, erop te werken met stabiliteitstraining, de krachttraining. Uh, en ik denk van uh, volgende week de normale trainingen terug te kunnen hervatten. Mm -hmm. uh, maar ja, op het moment is het heel veel die stabiliteitstraining en zo om uh, alles terug wat in orde te krijgen. Mm -hmm. Maar dat is ook het probleem. Hè. Je zit altijd net op die grens. Uh, je wilt heel veel doen, maar je mag het niet overdoen. En ja, dat is altijd dansen op een slappe koord. En we hebben nu een keer pech gehad en erover geweest. En, ja. dan, maar uh, als je volgende week kan herbeginnen, dan ja. zit je toch wel nog op het schema richting Parijs voor. Ja, dat moet nog, uh, nog wel lukken. We hebben ook wel een, uh, een week aan in Japan nog, maar ik denk dat dat te vroeg gaat komen. Uh, dus we gaan het nu nog even aanzien hoe snel we terug op, uh, op het niveau zitten. Maar als ik het niet het gewenste niveau al dan uh, gaan we het WK overslaan. Dan zit we ook niet met die reis, uh, met een jetlag ja. -like en zo. En dus uh, sowieso staat alles uh, in teken van Parijs. Parijs is het belangrijkste, WK, dat WK was eigenlijk een, uh... een opstap nee. of een tussendoel. Ja, inderdaad. Want op welke manier ga je eigenlijk om met al die opofferingen? Je bent vier jaar geleden ook vader geworden. Ja. Ik neem aan dat jouw leven toch wel een beetje veranderd is met uh, haar, met haar ja. kindje bij. Ja. Van die, oh ja, opofferingen, want ik neem aan dat je ook wel bezig bent met voeding en van die zaken. Ja. Hoe hou je die balans in jouw, ja, in jouw huishouden? Uh, ik heb nu sowieso het voordeel dat... Mijn vriendin is ook uh, heel sportief aangelegd. Dus de, de voeding bij ons in huis, dat da zit wel goed. Het is niet dat zij s'avonds een zak chips open doet en naast mij een ja. zak chips gaat zitten eten. Dat de verleiding moet weerstaan. Ja, dus, ja, dus ik denk dat dat al heel veel doet, dat zij gewoon meegezond eet. Uh, maar inderdaad, ja, de kleine maakt het wel een, een veel drukker leven. Mm -hmm. uh, ja, het is, je moet je trainingen een beetje meer aanpassen, dat je vrije momenten hebt voor met de kleine bezig te zijn. Uh, ja, het is een hele organisatie, maar het geeft ook wel veel voldoening. Ja, het leert misschien ook om dingen dan... Als je dan een kwetsuur hebt, om iets misschien te kunnen relativeren van... Ja, het is inderdaad... Ja, er is meer dan alleen in de sport. Hè. Mm -hmm. Het is uh, normaal als je inderdaad geblesseerd zit en je kunt twee, drie weken niet gaan trainen, en ja, dan loopt er de muren op. Nu is er daar zo'n klein mormel dat bezig uit. Dat u voldoende gaat laten bewegen, waarschijnlijk ja, ook ja. nog. Inderdaad. En uh, qua voeding, dan, is er dan een verschil tussen een valide en een invalide atleet? Qua wat zij moeten eten of qua uh, verbruik van energie? Ik denk het niet. Qua verbruik van energie zijn er eigenlijk heel weinig studies rond. Uh, hmm. Omdat ja, het is gewoon heel moeilijk om te berekenen hoeveel energie dat wij juist verbruiken. Ja. Uh, maar. Het is wel zo dat eigenlijk moeten wij op dezelfde dingen letten: niet te vet, uh, genoeg uh, proteïne binnenkrijgen. Ja. En dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen en vooral gewoon gezond. Hè. Dus uh, ja, het is heel veel kip en kalkoen op de menu. <laughs> zijn dat dingen die je later gaat dat je nu denkt van, maar dat ga ik later echt niet missen? Of zijn er zo dingen in je topsportcarrière dat je denkt van, goh, het gaat toch moeilijk zijn ooit later om dit of dit te kunnen loslaten? Goh, ik denk dat het moeilijker gaat zijn van het topsport los te laten dan dat je gaat zeggen van ja, ik ga nu veel missen. Yeah. Uiteindelijk, ik ben iemand dat... Ik heb nooit alcohol gedronken, dus dat is al geen probleem. Uh, ja, en eigenlijk... Je ja, uiteraard wel... Nu moeten veel feestjes en zo missen. Mm -hmm. Ja, dat gaat wel leuker zijn dat je daar allemaal naartoe kunt. Yeah. Maar ik denk, ik ben wel bang voor het, uh, het uh, <laughs> leven dat dat toch even een zwart gat gaat worden. Maar dat is nog niet voor direct, want eerst is er Parijs nog. Disa. En ja, goed nieuws, ook voor de Paralympische atleten, want het prijzengeld is gelijkgetrokken. Ja, en misschien dat moet ik u even met de cijfers bijhalen hoor. En in 2012 in Londen was er voor het eerst prijzengeld. Ja. Um, maar toen zat je nog bij de rugbyploeg. Ja. ja. En dan waren jullie zesde, dacht ik. Zesde, ja. In Rio was er 10.000 euro voor een gouden medaille. Ja. In 2021 in Tokio was er dan 15.000 voor een gouden medaille, ter vergelijking. De Olympische um, atleten die kregen 50.000 euro voor een gouden medaille. Dus dat is best een groot verschil. En nu, dus in Parijs, wordt dat gelijkgetrokken: 50.000 voor goud, 30.000 voor zilver, 5.000 voor brons. Klinkt heel grote bedragen, heel veel. Klinkt gigantisch als we het zo, zo opzommen. Het is ook fantastisch dat het wordt gelijkgesteld. Maar ik neem aan dat je elke cent wel nodig hebt om je topsport carrière te kunnen financieren. Uh, ja, topsport. Ja, het is en blijft niet goedkoop. Hè. Het is, uh, we hebben stages, je hebt. Uh... Heel duur materiaal. Dus ook zonder de, de sponsors die ik heb zou ik het nooit kunnen bolwerken. Uh, maar dus ja, dat, dat prijsgeld dat is heel welkom. Het enige dat ik een beetje lastig vond was, ze hebben daar heel veel tamtam rond gemaakt. Tijdens de Spelen van Tokio, van we gaan dat gelijk trekken. En het zal al voor deze Spelen zijn. En dan uiteindelijk zeggen ze, het is voor de volgende Spelen. Ja. Ja, dat is allemaal heel leuk. Maar daar had ik goud. Ja, wat dat de toekomst brengt, dat weten we natuurlijk. Ja. niet. Dus, maar uiteindelijk, met die 15.000, was ik uiteraard ook al heel tevreden. Uiteindelijk, je dat wel een serieuze slok al op de borrel. Want om de hoeveel tijd moet je wisselen van stoel? Uh, dat varieert. Maar ik denk, uh, ja, soms is dat twee jaar, soms kunnen we er wel langer mee doen. Okay. Uh, het is meestal vooral, ik denk niet dat ze zo heel snel verslijten. Maar dat je dikwijls wel hebt van, ja, we moeten iets anders doen. Je moet je positie wat veranderen of zo. Uh, of dat het uh, deels carbon wordt en uh, zulke dingen. Maar echt... ah, dat dan lichtere stoelen zijn, dat die dan... ja, ja, verklaren dat... die dan die wereldrecords van de afgelopen jaren? Zeker. Ook? Want die tijden zijn wel echt naar beneden gegaan. Ja, ja, het materiaal is enorm aan het evalueren. Dat is toe heel veel. Merk je dat ook echt als je in, in de stoel zit? Want je zit ook gigantisch naar voren. Je zei daarnet, je zit, al, ja. je zit al op jouw knieën, ja. het gezicht bijna naar beneden om die ideale positie ja. te hebben. Merk je dan echt het, het verschil in, in stoel? Uh, ja, als je, echt, als je nu van mijn, van mijn laatste wieler in mijn eerste zou kruipen, ga je dat gigantisch merken. Iedere keer als dat kleine dingen zijn, ja. merkte je dat niet, maar je ziet dat wel in de tijden. Ja. En we spreken dan over één, één tinden of zo, maar... Een die, uh, die? tinden is wel het verschil tussen goud en zilver, hè? Of zelfs tussen goud en brons. Uh, zit ik al heel kort bij elkaar. Uh, ja, als gelijk wie een nieuwe wieler koopt, ja, we gaan niet meer met seconden goochelen. Maar ja, nee. elk tiende is er één. En ja, het zit, het zit echt in de details op het moment. En die details, ja, die blijven belangrijk. Op welke manier blijven jullie zoeken naar, naar nieuwe dingen? Gaan jullie met andere atleten in, in gesprek ook? Of is het... Zijn uh, van als je dan zei van, ja, we gaan onze geheimen niet prijsgeven, de rest doet het misschien ook niet. Ik denk richting atleten, dat niemand echt volledig deelt wat dat hem doet. Uh, wat dat ook, ook logisch is, je bandendruk, je type banden, uh, we hebben ook in de windtunnel getest, uh, je doet zelf ook veel research, uh, af en toe wat hm. een keer zoeken, is er een lichtere wiel uitgekomen, is er, is er dit of dat uitgekomen, en kan ik een, een lichtere rem erop zetten ofzo. Uh, je, je doet heel veel zelf research, je hm. geeft ook overal je ogen de kost, als er iemand met iets nieuw rijdt, gaat opzoeken: van ja, wat is het, wat weegt het, uh, wat doet het? En zo spendeerde ik eigenlijk ook veel geld aan dingen te proberen. Bijvoorbeeld die, die plaatjes waar ik oh, op duw, mijn hoepels eigenlijk. Ja, dat heeft een, een serieuze zoektocht geweest om, om die vorm te ontwikkelen en te doen. Uh, ik ben de enige dat daarmee rijdt, dus dat was zelf onderzoek, uh, trial and error. Uh, dat is een keer gewoon een plaatje, dat is niet goedkoop. Maar uh, ja. je, moet daar, je moet daarin zoeken dat je het juiste gevonden hebt. en Dat maakt de sport wel heel duur natuurlijk. ja Ik kan me voorstellen, zo'n bandenspanning, hoe warmer het is, dat er ook daar moeten aanpassingen aan gebeuren. Of zo. Ja, de dus, piste, de temperatuur. En tussen de smieken ja. ook een halve mechaniciën geworden. Of, of, ja, <laughs> ja, inderdaad. Um, ja, wat staat er nu nog? Volgende week, in ideaal geval, hervat je die trainingen nog? Eventueel dan het WK. Wat staat er verder nog op jouw programma? Zijn er nog voorbereidingswedstrijden op de Spelen? Of was voor jou nu nog um, de planning de komende weken? Goh, ik denk, als het WK geschrapt wordt, hebben we nog een kans om naar Zwitserland te gaan. Daar is nog een grote internationale wedstrijd. Uh, en sowieso een paar valwedstrijden meepikken. Mm -hmm. Maar uh, verder zal het uh, echt richting Parijs gaan. Ja, ja. alle ogen op Parijs. Ja, inderdaad, daar moet het gebeuren. Voilà, daar geven wij jou nog ontzettend veel succes mee. In uh, ja, die weg richting Parijs, en daar ja, 100 en 200 opnieuw wellicht... Om daar hopelijk opnieuw te kunnen schitteren met de nieuwe voilà. medailles. En dan wordt dat nummer uh, 24 en 25 in het beste geval. Oh wel, dat zou eens gewoon een, schoon, een rond getal zijn. Hè. Een mooi rond getal, ja. Laten we, we daarover gaan. Voilà, daar kan ik mee leven. Peter, heel erg bedankt om hier te zijn. En ik ja. wens jou ontzettend veel succes met het vervolg van uh, de behandeling van die blessure en richting Parijs. En voilà, dus met die woorden richting 25 medailles sluiten we deze track record af. Heel erg bedankt aan Peter Genijn. En heel graag tot de volgende keer. Ciao.